Goedenavond en welkom op de persconferentie na de wedstrijd Antwerp-Lommel. Antwerp won deze wedstrijd met 1-0 dankzij een doelpunt van Sandro Calabro. We zitten hier met beide coaches om na te praten over deze wedstrijd. En we gaan beginnen met de bezoekende coach Stijn Vreven. Meneer Vreven, wat vond u van de wedstrijd van uw jongens? Ja goed, ik denk dat ik mijn spelers vandaag weinig kan verwijten. Ze hebben tegen 90 minuten alles gegeven voor elke meter grond gevochten. Dus wat dat betreft kan ik heel weinig verwijten. Maar goed, als je kijkt, de ploegenverhouding qua maturiteit, ervaring. Dat is gewoon immens. En dan kan je gewoon niet meer vragen van je spelersgroep dat ze een deze-matchen, wat gewoon een ongelooflijke moeilijke uitwedstrijd is, dat je er alles aan doet om een resultaat te halen. Dus wat dat betreft kan ik niemand iets verwijten. Maar goed, het blijven, als je dan de wedstrijd redelijk onder controle hebt qua organisatie, dan je geeft weinig weg, redelijk weinig weg, uitgespeelde kansen bedoel ik dan. Dan is het heel zuur dat wij op een corner een tegendoelpunt pakken. Dat gaat vooraf aan een hakje van een speler van ons. Ja goed, als wij in onze situatie iets niet moeten gaan doen, want dat is toch wel echt wel misplaatste arrogantie, met hakjes moeten gaan werken in een uitwedstrijd dat je toch al serieus moeilijk hebt. Ja goed, dat zijn echt jeugdzonden. Ja. En die moeten eruit. Willen wij straks naar boven willen en moeten kijken, dan moet je die fouten moeten wij heel dringend afleren. Maar ik zeg nogmaals, ik denk dat de gemiddelde leeftijd van mijn elftal 18 jaar is. Dan zit dat er gewoon in. Maar ik zeg, op tweede nationale niveau moeten we daar lessen uittrekken. En heel snel, nogmaals, wil je punten pakken en naar boven kijken. Want dat is toch nog altijd absoluut de bedoeling. Anderzijds hebben wij ons onder die druk gezet dat wij volgende weken, wij spelen nu Aalst-Heist, ja, gewoon moeten gaan winnen. Die druk hebben we onszelf opgezadeld. Er zijn geen enkele excuses meer. Willen wij uit de situatie komen waarin wij inzitten, dan moeten wij wedstrijden gaan winnen. En die moet volgende week, dat moet beginnen met tegen Aalst. Dus we weten wat we moeten doen. Oké, bedankt meneer Vreven. Dan gaan we naar onze coach, Jimmy Hasselbank. Coach, wat vond u van de wedstrijd? Ja, ik vond dat wij heel veel balbezit hadden. En dat wisten we dat we dat zouden hebben. En heel geduldig waren. En de wedstrijd onder controle hebben gehad. Onze laatste paas was niet altijd de beste. Want we kwamen wel rond het strafschopgebied. Maar we konden niet echt een goede kans creëren. We veroverden een bal een keer met Tano en met John. En dan verwacht je een beetje meer daar, dat er toch een schot op het doel komt. Dat was er niet. Maar wij hadden heel veel controle over de wedstrijd. Er was een moment in de tweede helft, of de eerste helft, dat Lommel goed balbezit hield. En dat is ook eigenlijk verfrissend om dat te zien, dat toch een ploeg komt hier en toch de bal probeert door te spelen naar elkaar. En op dat moment hadden wij het even moeilijk. We hebben natuurlijk hier heel veel ploegen gehad die eigenlijk niet twee keer de bal naar elkaar toespeelden en weer verloren. Of op de counter gingen. Maar Lommel deed het anders. En dat was toch verfrissend, denk ik, om te zien. Wij hebben niet heel veel kansen gecreëerd. Want de laatste paas, zoals ik net zei, was niet altijd de beste. Maar wat heel erg verfrissend was, wij hebben geen kans weggegeven. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Vrije trappen en corners en dat soort dingen. Dat zijn gewoon hele belangrijke momenten. Aanvallend en verdedigend. Het zijn gewoon hele belangrijke momenten, vooral in deze divisie. Dus ik ben heel blij dat we
een doelpunt gescoord hebben vandaag. Dat was het belangrijkste. Het maakte niet uit eigenlijk hoe we wonnen. We hebben wel weer terug ons voetbal gespeeld. Want donderdag was het kwalitatief voetbal was niet zo goed. Vandaag was het veel beter. Tot het strafschopgebied, moet ik zeggen. En ja, ik ben heel erg blij met de 3 punten. Dat is het belangrijkste. Goed, ik kijk naar de pers voor vragen. Is Bronjo zijn 50 kilo? Bronjo. Ik zou het niet durven zeggen. Ja, Duo Drook, Nirisarike, houdt weer de nul. Ik kan je heel tevreden over zijn. Ik ben heel erg tevreden, vooral over Salomon. Die heeft heel goed verdedigd, maar ook heel erg goed met de bal opgebouwd. Dat zag er heel erg goed en rustig uit. En ja, dat is heel erg belangrijk natuurlijk voor ons. Ik moet eerlijk zeggen, die hebben die 3... Wim ervoor en de 2 centrale verdedigers, die hebben een heel belangrijke wedstrijd gespeeld en heel erg gecontroleerd. Want je hebt natuurlijk, wanneer je tegen een spits zoals Gano speelt, die heel erg groot is, heb je je nummer 6 nodig die de 2 centrale verdedigers toch helpt. En dat heeft hij heel erg goed gedaan. Eupen en Westerlo laten punten, heel belangrijk, wellicht. Ja, het was een... Nog een motivatie erbij. Maar kijk, we spelen thuis en dan moet je gewoon altijd voor de winst gaan. En dat hebben we gedaan. Kijk, we willen altijd met veel meer doelpunten winnen. Maar dat mocht zo niet wezen. Lommel was een hele moeilijke cliënt. Die verdedigde goed. Die zat organisatorisch goed in elkaar. En die wouden ook niet wel weggeven. En ja, kijk, wanneer je het spel moet maken en je moet creëren, dat is een heel ander baasje dan wanneer je op de counter kan spelen. Hè? Dus ja, het is nou eenmaal zo. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het, we hebben het heel goed gedaan. Maar ook proficiat naar Lommel, die ons het gewoon heel erg moeilijk gemaakt heeft. Je duwt Guwentje een nieuwe rol. Super sub vanaf nu opnieuw heel bepaald in de tweede helft. Nee, hij is niet super sub. Ik heb hem op de bank gezet 3 dagen geleden. Omdat ik vond dat hij de laatste 4 wedstrijden niet zijn potentie haalde. En dat wist hij en daar was hij mee eens. En dan zie je toch dat je een reactie krijgt van zo iemand. En dat wil je als trainer zijnde. Je wilt een reactie. Je wilt iemand hebben die boos is en die het wel even wil laten zien aan de trainer. En ik kan hem niet zien als een super sub. Daar is hij veel te goed voor. Ik wil vooraf geen tv-interview geven. Hoe weet u dat? Ja, ik weet dat. U weet ook alles, hè? Was het druk of zenuwen? Of waarom, druk? Zenuwen? Stijn, kom op. Hey. Kom op, Stijn. Druk, zenuwen. Het is wat het is. Ik wou even... Kijk, als trainer zijnde, soms kun je heel erg vertellen... Kun je al vertellen aan je team hoe het zal gaan bij een warming-up. Hè? En dat wou ik gewoon zien. Ik wou mijn team, warming-up, wou ik zien hoe iedereen's kopje erbij was. En dat was voor mij belangrijker op dat moment dan een interview geven. Dus geen druk en geen nervositeit. Je bent altijd een klein beetje, niet nerveus, maar een kriebeltje in je buikje. Als je dat niet meer hebt, dan moet je stoppen. Ik heb meer druk als jou, Jarel, kan ik je zeggen. Nou, ik weet het niet hoor. Goed, nog vragen? Dan dank ik jullie voor die aanwezigheid en de kijker om te kijken. Tot de volgende keer. Oké, succes. Succes.